Nou, ik heb gekozen voor het boek De Jongen in de Gestreepte Pyjama. Dit boek heb ik ook voorgelezen toen ik in 2011 nationaal voorleeskampioen werd. Het is een boek dat gaat over een jongetje wiens vader een hoge functie heeft bij een concentratiekamp. Ik vond het een heel goed boek dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Vooral ook omdat je alle gebeurtenissen in zo'n concentratiekamp ziet in de ogen, door de ogen van een kind. Het is ook best een spannend boek, vind ik. Je wilt snel doorlezen om te weten hoe het afloopt. Volgens mij is het zelfs een leuk boek als je niet geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het boek ook gekozen omdat het een boek is die volgens mij nog nooit is voorgelezen op de nationale voorleeswedstrijd. Ik wilde graag een ander boek voorlezen en dat is mij gelukt. Dan ga ik nu een stukje voorlezen uit mijn gekozen boek. We spelen niet, zei Shmuel. Niet? Waarom niet in hemelsnaam? Wat zouden we moeten spelen? Vroeg hij, met een verwarde uitdrukking op zijn gezicht bij het idee. Nou, weet ik niet, zei Bruno. Allerlei dingen. Bijvoorbeeld voetbal. Of op ontdekkingsreis gaan. Is daar trouwens veel te ontdekken? Leuke dingen?